Welkom op de achtste middag van de Gimmerse Taal. We hebben een heel schoon programma en ik weet zeker dat het hier beter is dan buiten. Niet alleen vanwege het weer, maar ook vanwege een groot aantal vernijvertellers. We beginnen dadelijk, zoals je heel dik als je met iets begint, dan begin je aan de eerste deur. De eerste deur. Wat veel toernam over te vertellen, is een vraag die je wellicht zal stellen. Maar als je denkt, en daarom vind ik het kon om toernam eens maar stil te staan. Ik heb mijn eigen de vraag gesteld, voor wie werd er eigenlijk aan de eerste deur gebeld? Dan heb ik het natuurlijk over vroeger jaren, want nou is dat voor het helemaal anders geworden. Werd er gebeld aan al die deuren? In de meeste wees al met de knipbeurs naar voren. Want dat kost meestal alleen maar betekenen dat je voor een of ander af moest rekenen. Dat gonk immer zo al eeuwig lang, zonder bemoeienissen van de bank. Wat dat betreft nooit geen stress, want betalen deed er recht uit de thuis. Om met een bakker te beginnen, die bracht brood en mit naar binnen. Rekende af zo vlug als kos, omdat je weer naar de volgende mos. Als er de roomboer aanhoorde komen, met zijn kruiken melk en rommen, stond de huisvrouw met haar paan al klaar om te kijken of je host was. De visboer kwam iedere vrijdag gewis met bukken, zoeren herring en forse vis. Want vrijdags vlees eten, dat was ongehoord. Dus kreeg je meestal een azoren herring op hun bord. Het brommoliemanneke, dat ook langskwam, verkocht brommolie voor de lamp. En heel veel later pas verkocht hij ook nog kruiken gas. De aardappelboer die belde aan of we soms nog aardappel nodig gaan. Dus kochten wij zo tussenbij een zekske aardappel van de klei. Voor CZ kwam Aalt Verhooy, want dat was toen de tijd de ziekenfondsboy. En betalen kostte toen nog meer gemak. Maar nou kost het van een hele grote kwak. Voor de kolenboer, met zijn zwart gezicht, bleef de verdeur meestal dicht. Het was kerk een zwarte piet en daarom moest je met zijn zeksje achter hem. Omdat je de huur toen nog per week betaalde... waar het meestal de gemeenteboy die het geld ophaalde. Een paar gulden of een knaak, een hard gelag, dat was in die tijd een fors bedrag. Ook van de penem kwamen ze geld ophalen, omdat je voor de stroom moest betalen. De meterstand weer opgenomen voor de volgende rekening die dan moest komen. Hetzelfde gebeurde later pas voor het leveren van obragas. Want toen de gasleiding was aangelid, weer de gaskruik en het fornuis voor vaarwel gezet. Ook elke maand kwamen ze pront centenbeuren van de bond. Want je kost het niet eens keren om een wagen niet te organiseren. Dan nog de verzekeringsagent die geld kwam ophalen. Om later een uitvaart te kunnen betalen. Of om de jong later te laten leren. Ook al gaan ze zelf wannig te verteren. Een klotboer uit een deurentse pil stond met zijn kaar aalt eventjes stil en belde deur voor deur dan aan om te vragen of ze soms nog klot nodig hadden. Soms belde erin met pot en pannen om te vragen of ze nog wat nodig hadden. Want soms ging de slijtage uit verloren, zoals een streufpaan zonder steel of een penneke zonder orren. Af en toe hoorde in de straat, haas, ik kan een bellen. En dan riep je dan heel hard, dan hoefde je niet aan te bellen. Je kreeg voor een gestrupte huid, gevuld met strooi, ik ben een paar kwartjes, en dat was mooi. Ze kwamen zelfs rond voor het slijten van zogenaamde Persische tapijten. Van wol of pure zijde. Het was gewoon katoen. Niks nodig zit er dan uit goede verzoen.
Ook sinds het dik zat aankomen bellen voor het ophalen van erpelskellen. Want het was oorlog en je moet niet vergeten, ook voor het vrij worden dik gebrek aan eten. Zigeuners kwamen met motballen, elastiek en leuzenkammen en vroegen zelfs hun boterhammen. Worden niet van plan om eten bestellen, dan vroegen ze of ze de toekomst mogen voorspellen. Achter hem is kermis viraald gezet en daar worden voor familie en bekenden zo gewit. Maar je ziet wel, aanloop de kust en de keur, vroeger aan de eerste deur. Dank je.